Dit is Konda hier in Walibi, Belgium. De hoogste en snelste achtbaan van de Benelux. En wij zijn hier om uit te zoeken hoeveel energie er nodig is om één trein in de lucht te krijgen. En we praten met Intamin over de toekomst van dit soort coasters. Welkom bij Theme Park Science! De checks worden nu uitgevoerd hier bij de achtbaan. De achtbaan wordt eigenlijk als het ware aangezet. Dat gaat vrij simpel, gewoon de stroom erop. En dan gaan ze eigenlijk alle onderdelen van de achtbaan één voor één checken. Te beginnen natuurlijk met de computer zelf. De bloks worden vrijgegeven. En we gaan nu deze trein controleren. Dit is trein 1 en trein 2 staat in de maintenance bay. De trein uit het station even naar achter gereden, zodat we mooi het station kunnen inspecteren. Ja, en dit is natuurlijk best wel interessant, want hier zit heel veel techniek. Je hebt natuurlijk de boosterwielen, die de trein naar voren, of in dit geval naar achter kunnen rijden. Je hebt een hele hoop sensoren en die koperen dingen die je daar ziet, die zijn voor de beugels. De boosterwielen duwen uiteindelijk, als de trein is gecontroleerd, de trein met 2 meter per seconde richting de lifthillketting. De lifthillketting zelf, die draait 2,1 meter per seconde. En dat zorgt ervoor dat de transition, oftewel de overgang tussen de boosterwielen en de ketting, soepeltjes verloopt. Konda is maar liefst 50 meter hoog. En ja, we moeten natuurlijk ook de lifthill inspecteren. De ketting inspecteren ze helemaal aan de bovenkant, want daar kan de ketting heel mooi zichtbaar langzaam draaien. Elke schakel wordt één voor één gecontroleerd. Als dat is gedaan, controleren ze ook de motor en kunnen ze de startknop indrukken. Ja, Jurna, we staan hier bij Konda, de hoogste en snelste achtbaan van de Benelux. En wat een apparaat, hè? Ja, ontzettend spectaculair. En in deze aflevering gaan we het hebben over energie. Ja, en om dat goed uit te leggen, moet je hier zeggen dat Konda heeft geen motor in de trein. Nee, precies. In zijn algemeenheid zou je natuurlijk kunnen afvragen, hoe komt zo'n achtbaantrein vooruit? Je zou een motortje in de trein kunnen plaatsen. Dat zijn de zogenaamde powered coasters, maar dat zijn er niet zoveel. De meeste achtbanen die werken of met een lancering aan het begin, of ze worden met een kettinglift zoals deze omhoog getakeld. En vanaf het moment dat die van de lift afkomt, ja, dan rijdt die trein helemaal op zichzelf naar het eind van de baan. We hebben het in deze aflevering over energie. Wat bedoel je daarmee? Nou, we willen natuurlijk graag weten hoeveel energie is er nodig om een ritje te maken in de achtbaan. Ja. En in het geval van een achtbaan met een kettinglift gaat het eigenlijk om wat we noemen potentiële energie. Dat wordt ook wel hoogte-energie genoemd. En dat is de energie die nodig is om een bepaalde massa, in dit geval de trein, omhoog te krijgen. Mm-hmm. En de potentiële energie, dat is het gewicht van de trein keer het hoogteverschil wat je moet overbruggen. Dus de massa keer de valversnelling keer het hoogteverschil. Nou, dat weten we allemaal. Zullen we het even uitrekenen? Heb je een rekenmachientje bij de hand? En dan zouden we kunnen uitrekenen hoeveel stroom zo'n liftmotor nodig heeft. Ja, precies. En eigenlijk ben je er dan al. Want die liftmotor is met grootste afstand de grootste stroomverbruiker. Veel meer dan de boosterwieltjes of het geluid. Oké. Stel, 6 karretjes. Ja, die zijn 1900 kilo per stuk. Ja.
Dat moet keer 9,81, dat is de valversnelling. Mm-hmm. En dan keer het hoogteverschil, dat is 48 meter. Ja, want de baan is 50 meter hoog, maar het station is ook al 2 meter. Is ook al 2 meter hoog. Dus dat is keer 48. Nou, waar komen we dan op uit? Ja, op 5 miljoen nog wat. Maar ja. Wat is dit dan? Dit is in joules. Energie druk je uit in joules. Maar dit is mij niet zo heel concreet. Heb je iets concreets? Wat zegt dit getal? Je moet het zeg maar vergelijken als aan stroomverbruik aan ongeveer 120 keer je telefoon opladen. Dat is het equivalent van één ritje in de Dus eigenlijk als ik 120 keer deze telefoon op zou laden, dan heb ik genoeg energie om die trein naar 50 meter hoogte te krijgen. Precies. En dat noemen we wat voor energie? De potentiële energie. Het is een plek waar je normaal natuurlijk nooit komt. Laten we even snel onder de trein kijken. Dit zijn de wielen van Konda. Je hebt aan de bovenkant wielen, aan de onderkant en aan de zijkant. En alle wielen worden natuurlijk elke ochtend ook gecontroleerd. Of er geen beschadiging op zitten, of er genoeg vet op zit. Maar nog iets heel belangrijks is dat de wielen strak genoeg op de baan staan afgesteld. Waarom is dat noodzakelijk? Nou, hoe strakker op de baan, hoe meer weerstand en hoe langzamer de achtbaan gaat. En je wil natuurlijk met de exacte snelheid door de baan gaan. Dus hier kunnen ze daar een beetje mee spelen. En dat is natuurlijk belangrijk voor het comfort van ook de berijders in de achtbaan zelf. En dit is natuurlijk een hele belangrijke magneet. Zit ook op meerdere plekken op de trein. Want hiermee remt de achtbaan. Er is nog een bijzondere innovatie bij deze achtbaan. Dat is dat die geluidsarm is op de lifthill. Bij een conventionele achtbaan hoor je dat klik, klik, klik geluid. Dat is hier eigenlijk ook, want dat is de anti-robbekhaak en die zit hier. Alleen, de anti-robbekhaak wordt hier eigenlijk altijd automatisch ingetrokken. Dat komt dat er op de lifthill nog een stalen strip ligt. En die valt precies in deze gleuf. Omdat hier ook magneten in zitten, tilt u als het ware de anti-robbekhaak op. Op het moment dat de achtbaan stil zou vallen of langzamer zou gaan, dan is dat magnetisch veld niet meer sterk genoeg en dan klapt de haak uit. En dit is de haak die inhaakt op de ketting. Die wordt ook wel de chainlock genoemd. Simon, nice to meet you. Thanks for joining us today. You're a project manager at Intamin. Can you maybe briefly introduce yourself? Yes, so as a project manager, I was involved for the ride installation till the ride commissioning and then the handover to the customer. So as engineer, we were the interface between the customer, our technical department, the assembling team, and with a TUV till the end, till the ride opening. Now we're standing in front of Konda, a very modern mega coaster, but mega coasters have been around for quite some time. What were the key innovations or design novelties that you have put into this ride? So the first thing when you look at Konda is the general aspect of a ride. You see that compared to the mega coasters from 20 years ago, with a lot of straight, with uphill, downhills, curves around to the ground, here we are a bit more creative. This is allowed thanks to innovations, like for example, software innovations, calculations innovations, and also from a structural point of view, we have a newly designed rail. And this structure is actually easier to manufacture, and it also allows a bigger strength and fatigue, a bigger resistance to fatigue loads. So it allows us to make more challenging curves and figures on this ride. Regarding the trains, we also improved a lot the bogies, for example. So the bogies are made of aluminium, of only one single piece of aluminium, which is milled. So are our chassis too, in one piece. So now we know a lot about Konda, the very spectacular ride. But I have to ask you this single question. Can roller coasters become even more spectacular in the future? What do you have in store for us? Wow, that's a very wide question. Actually, sometimes the ideas also come from our customers, because from the parks and from the visitors. So we are always listening to them. What we can see at the moment, the trend is to have even more special track elements, like falling elements, like probably elements being pulled up
to the top, being shot it to the top. Well, I'm looking very much forward to that. Thank you so much for your explanations today. You're welcome. Thank you, Jana. Wat een onwijs toffe dag vandaag hier in Walibi, België. En eigenlijk best wel bijzonder om te zien hoeveel energie er nou eigenlijk in zo'n trein wordt gestopt. In ieder geval vanuit deze plaats wil ik Walibi België bedanken, Intamin. Ik hoop dat ze nog meer van dit soort vette coasters blijven bouwen. En vond je dit nou een leuke video? Druk dan op like, subscribe to Theme Park Science, volg ons op TikTok, Instagram. En ik zeg tot de volgende video. Hoi hoi! Wil jij nou meer weten over het wetenschappelijk onderwerp van deze aflevering? Jurnan geeft extra college in Theme Park Science, het college. Klik hier voor de video.